elke dag of zo. Wat is nou weer de reden? Niks, gewoon controle. Is het nu elke dag dat ik een controle heb of zo? Elke dag is de Nicky vandaag weer. Hé, hey, dag neef! Maar serieus, is het, lijkt het nu zo zwaar op een crimineel of wat is het nou? Nee, wacht even, man. Ja, ik heb alles mee. Nee, ik heb alles. Maar ben ik laten we daarmee beginnen. Maar zie ik eruit als een crimineel of zo, dat ik elke dag met jullie moet aanhouden? Want het lijkt er nu wel op. Weet je wat het is? Met zo'n auto. Ik kan het veroorloven. Ik kan het veroorloven. Ik kan het betalen. Ja, nee, maar jullie komen de hele dag met zo'n auto, dit, dat. Hoezo zo'n auto? Is er van een auto of niet? Opvallend. Dus? Vandaag, dat mag toch? Iedereen kan rijden als ik kan betalen. Dan koop je zo'n auto. Hartstikke goed. En daarom, doe ik het ook. Ik kan hem niet betalen. Ja, dat is niet mijn probleem. Nee, dat is zeker niet jouw probleem. Dus daarom, omdat ik zo'n auto rijd, moet ik elke dag worden aangehouden. Nee, het is lullig dat je elke dag wordt aangehouden, maar kan ik vandaag niks aan doen. Jawel. Ik zie jou vandaag rijden, ik vind het een auto. Ja, ja. Hey, dat verdient de aandacht. Dat verdient aandacht. Dus je hebt het gevoel dat ik een crimineel ben? Nee, ik heb niks met crimineel. Jawel. Heb je de autopapieren bij ook? Heb ik ook voor je. Hier, alsjeblieft. Super man, dankjewel. Het kost een hoop moeite, denk ik, maar... Ja, het kost een hele hoop moeite, omdat het gewoon fucking irritant is. Ja. Maar ja, weet je, dat hoort bij mijn werk. Soms zet ik een auto aan volgende, de kant. Ik denk dat je beter andere dingen kan doen, dat het wat meer geld oplevert. Want dit gaat je niks opleveren. Nee. Waarom moest jij hier staan? Nee, 11 uur geleden ben ik vlak daarvoor gestopt. Nu, ik rijd naar huis. Ik ben bijna voor de deur, ik mag direct weer meekomen hier naartoe. Ze hebben niks te doen, broer, ik zweer het je. En dan nu, omdat ik niks heb, dan gaan ze nu kijken of mijn geluid niet uit. Want misschien kunnen ze me daar dan wel een boete op geven. Je moet niet aanraken. Dit is mijn bloed, dit is mijn familie. Als ik wil, mag ik met hem praten. En niemand geeft jou ook het recht om hem aan te raken. Ja, dat zeg je dat ik naar achter moet gaan, maar je gaat me niet zomaar aanraken. Bij deze, zonder afmaken. Je moet niet aanraken. Jij moet niet aanraken.